Ik zei u al, het gaat vanavond over Israël en we hebben drie punten vanavond. Het verleden, het heden en de toekomst. Ik heb daar vier schriftgedeelten voor nodig, korte stukjes. Eerst uit Ezechiël, een heel bekend hoofdstuk. Het 37e hoofdstuk, de eerste 11 versen. Tweede stukje, de versen 22 tot 28... De derde schriftlezing, Jesaja 62, de eerste 5 versen. En Jesaja 11, de versen 1 tot en met 10. U bent natuurlijk gekomen voor de preek. Maar u moet vanavond luisteren naar het woord van God. Dat is belangrijker misschien nog wel als de preek zelf. Dus het is goed als we met elkaar een stukje lezen uit het woord van God. Ezechiël. Het bekende hoofdstuk, het 37e hoofdstuk, over het dal van de dorre doodsbeenderen. Schrik niet, het gaat er niet om bekering. Het gaat er niet om een mens wordt wedergeboren. Maar het gaat hier over Israël. U zult het horen als u luistert. Ezechiël 37, de hand van de Heere die was op mij, op de profeet Ezechiël. En de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden van een vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer vele op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. En hij, de Heere, zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, de Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide de Heere tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoor des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En ge zult levend worden en ge zult weten dat ik de Heer ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde. En zie, een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op en hij trok een huid boven over hen. Maar er was geen geest in hen. En hij zei tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest. Kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. En toen kwam de geest in hen. En ze werden levend en stonden op hun voeten, een zeer gans groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. We gaan naar het 22e vers van hetzelfde hoofdstuk. Waar de Heere belooft, en ik zal hen maken tot een enig volk in het land en op de bergen Israëls. En ze zullen altezamen een enig koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn. De 10 stammen en de 2 stammen. Maar het zal één volk worden. Nog voortaan meer in 2 koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal hen verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben. En ik zal hen reinigen, zo zullen zij mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen alle tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen.
En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb. Waarin uw vaders gewoond hebben, ja, daarin zullen ze wonen. Zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieden vorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. En het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal hen inzetten en ik zal hen vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel, die zal bij hen zijn. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En de heidenen, die zullen weten dat ik de Heer ben, die Israël heilig als mijn heiligdom in het midden van hen, tot in eeuwigheid. Jesaja 62. Ik ga het straks proberen aan u uit te leggen. Jesaja 62, de versen 1 tot en met 5. Waar de profeet Jesaja zegt, om Sions wil zal ik niet zwijgen. Dat is om Israëls wil. En om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Totdat de gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid. En ge zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heren mond uitdrukkelijk noemen zal. En ge zult een sierlijke kroon zijn, Israël, in de hand van de Heere. En een koninklijke hoed in de hand van uw God, Israël. Tot u zal niet meer gezegd worden, Israël, de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden, het verwoeste. Maar ge zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. En uw land, het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u. En uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u, Israël, vrolijk zijn. Laatste stukje, Jesaja 11. De versen 1 tot en met 10. Jesaja 11. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en de sterkte des geest, der kennis en der vrezen des Heren. En zijn rieken, zijn reuk zal zijn in de vrezen van de Heren. En hij zal naar het gezicht zijn ogen niet richten. En hij zal ook naar het gehoor zijn oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen van het land met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn, en ook zal de waarheid de gordel zijn lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mesvee te samen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen en de leeuw die zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken onder het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde, die zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Want het zal geschieden tezelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn.
verleden, heden en toekomst. Zoals u weet heeft elke kerk een kerkorde. Ook de hervormde gemeentes hebben een kerkorde. En in onze kerkorde staan heel veel dingen die niet naar het woord zijn, helaas. Daar lijden we met elkaar aan, als het goed is. Net zoals de profeten geleden hebben aan de zonde van het volk en van de priesters, zo lijdt de kerk vandaag aan de kerk. Maar in die kerkorde waar heel veel staat wat er eigenlijk niet hoort te staan, staan ook heel veel mooie dingen. En één artikel waar we ons op kunnen beroepen, elke keer opnieuw als het om Israël gaat, dan wordt het omschreven met de zinsnede de onopgeefbare verbondenheid met Israël. Het is onze kerkorde beleid dat er een onopgeefbare verbintenis is tussen Israël en tussen Gods gemeente vandaag. Dat staat in onze kerkorde. Sinds 1948, de datum dat Israël weer een eigen regering kreeg en weer het beheer kreeg over het land van Gods belofte, toen heeft de kerk gezegd, wij moeten elke zondag Israël opdragen aan God. Helaas, in de praktijk werkte het zo niet, want heel veel dominees hadden niks met Israël. En ook heel veel kerkgangers niet. Wij hebben toch niks met de Joden? Nou ja, misschien een reisje naar Israël. Misschien met een touringcar en daar een beetje bepaalde plaatsen bekijken. Maar verder, ja, Israël. Wat moet je met Israël eigenlijk? Ze hebben uitgeroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Afgedaan. Wij zijn in de plaats gekomen, wij de christelijke gemeente, in de plaats gekomen van Israël. Zo dachten velen in het verleden. Nou ja, niet alleen in het verleden, maar ook in de dagen van de Romeinenbrief, waar een christelijke gemeente ontstaat, moet Paulus ingrijpen, want de Joden die daar woonden, die werden niet serieus genomen. Maar de heidenen die tot bekering gekomen waren, die zeiden, wij zijn in de plaats van Israël gekomen. En Paulus die pakt de pen en hij schrijft in de Romeinenbrief, jullie zijn hoogmoedige christenen. Want jullie denken toch niet dat God zijn volk verstoten heeft? Ja, dat dachten ze wel. Ze dachten, weet je, het Oude Testament gaat over Israël. En toen bij met Pinksteren, toen zijn de grenzen doorbroken. En toen zijn de apostelen gegaan naar de wereld. En toen hebben ze daar verkondigd. En dat een ieder die gelooft en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En de mensen, de heidenen die tot bekering kwamen, die dachten, wij zijn het nieuwe Israël. En die 4000 jaar geschiedenis is voorbij, is afgesloten. Want nu is het evangelie gekomen tot de heidenen en nu telt Israël niet meer mee. Helaas. Bewust of onbewust heerst deze geest nog steeds in de kerk. Misschien op sommige plekken niet meer zo radicaal. Maar misschien betrapt u uzelf er ook op. Als u de psalmen zingt, dan zeggen wij, psalmen zingen dat is eigenlijk bidden. Maar u weet dat alle psalmen in de eerste plaats over Israël gaan. En misschien denkt u nooit meer aan Israël. U wil zo graag een psalm zingen voor uzelf. Want u bent toch de vervanger voor Israël,
Zo zingen we toch de psalmen? Uit volle borst. En als de dominee erop wijst, dan schrikken we en dan denken we, oh ja, er is ook nog een Israël. Maar ja, wat moet je met dat landje daar aan de zee? Het is trouwens een goddeloos land. Er is veel vrijzinnigheid, een handjevol orthodoxe Joden. En een handjevol messiaans beleidende Joden. Maar de rest is vrijzinnig. Echt waar? Die doen nergens aan. Nou ja, ze hebben wel vaderlandse geschiedenis. En dat is het Oude Testament, is eigenlijk vaderlandse geschiedenis. Want daarin wordt beschreven het ontstaan van het volk van Israël. Dus ook die vrijzinnige Jood, die weet wel wat van de Bijbel af als geschiedenis. Maar hoe zit dat nou eigenlijk vandaag met Israël? En hoe was dat nou eigenlijk in het verleden? Nou, als we zomaar alleen nadenken over Mozes. Mozes, de man van God, die was zo met dat volk vergroeid. Ja, u zal zeggen, ja, dat komt dat hij zelf ook een Jood was. Jazeker. Opgevoed onder de Egyptenaren, maar Mozes was een Jood. En natuurlijk, hij voelde zich verbonden met het Joodse volk. Die vrouw die nu op sterven ligt, Nadia, die wil graag in Oekraïne begraven worden. Waarom eigenlijk? Ik zeg, dat is toch niet belangrijk waar je begraven wordt? Nee, maar het land waar ik geboren ben, daar wil ik eigenlijk sterven. En als dat niet kan, dan wil ik daar in ieder geval begraven worden. Mozes had natuurlijk wat met Israël. Het waren zijn broeders en zijn zusters, jazeker. En God heeft Mozes geroepen en in de woestijn is dat volk door God geleid. Maar u weet wat er gebeurd is, hè? Er kwam een moment dat God zei, ik ben klaar. Ik ben klaar met Israël. Ze mopperen en ze murmureren. Ik ga dit volk loslaten. Ik ga me losmaken van dit volk, Mozes, en ik zal een engel sturen en die zal de belofte van God in vervulling brengen, maar ik trek me terug. En Mozes, hij valt plat op zijn gezicht voor God en hij zegt, maar Heere, dat kan niet, want het is uw verbondsvolk. En wat zullen straks de heidenen zeggen van onze God? En de Heere laat zich door Mozes verbidden. En hij zegt, goed Mozes, ik zal hun zonde vergeven en ik zal met dit volk mede optrekken. God kan niet van Israël af. Paulus, vele eeuwen later in het Nieuwe Testament. Paulus, een Jood, die zoveel om zijn broeders gaf, dat hij tegen God zegt, ik wenste wel verbannen te zijn van de hemel, als ik mijn volk Israël tot bekering mag zien komen. Zoveel liefde had Paulus, niet alleen voor zijn broeders naar het vlees, maar nou komt het omdat Israël Gods uitverkoren volk is. Nou, uitverkiezing vinden wij natuurlijk heel lastig, hè? Of misschien toch niet meer, door genade. Maar God kan niet van zijn verkiezing af. Dat betekent, als God iemand lief heeft gehad, dan kan God die niet laten vallen. En we lezen in de Romeinenbrief, aan het eind van de Romeinenbrief lezen, dat ze vijanden zijn. Wie? Wie zijn vijanden? Israël, Gods verbondsvolk. Ze zijn vijanden. Waarvan? Van het evangelie. Je zou zeggen, dat is verloren. Maar om de verkiezing wil zijn het beminde der vaderen, zegt Paulus. God kan niet van Israël af. Wat God beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, dat moet tot vervulling komen.
Als dat niet waar is, dan is God geen God meer. Daarom zingen wij met het licht van Israël. Zouden Gods beloftenissen dan zijn vervulling missen? Ja, u zingt dat natuurlijk voor uzelf. En u denkt, oh, het zou toch niet zijn, hè? Nee, maar het gaat er over Israël. Heb u zo ook wel eens gebeden voor Israël? Dat u zegt, heren, uw beloften, die kunnen toch zijn vervulling niet missen? U kunt toch Israël niet laten zoals het nu is? Misschien moet de gemeente des Heren dat leren. Dat er gebed komt om Israël. Nog een keertje, ik heb het u zo vaak al gezegd. Niet omdat Israël beter is dan u. Niet omdat ze slimmer zijn. Niet omdat ze liefdevoller zijn. Niet omdat ze geestelijker zijn. Maar God zegt, ik heb jullie lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik jullie uitgekozen. Uit al de volkeren van deze wereld. Om mijn volk te zijn. Waarom? Om ermee te pronken. Pronken. Wil God pronken met zijn volk? Ja. Daarom heb God verdriet gehad van Israël. Want in plaats dat Israël pronkte met God, hebben ze gepronkt met de afgoden. Hebben ze de Baals gediend. Hebben ze gemurmureerd en gemopperd. Ze gedroegen zich niet als kinderen van het verbond. Ze hadden zichzelf op het oog en niet de eer en de glorie en de heerlijkheid die God op het oog had voor zijn Israël. Maar gelukkig, toen kwam Mozes, dan zou het veranderen, maar het veranderde niet. Toen kwam David, dan zal het gaan veranderen, maar het veranderde niet. Toen kwam Salomo, daar moest het van afhangen, maar het veranderde niet. Israël zondigde en Israël ging door. Toen kwam de Messias, toen zou het gaan gebeuren, maar het gebeurde niet. De Bijbel leert ons dat er een deksel op hun hart gelegd werd. Een oordeel over Gods verbondsvolk. Jullie weten het, hè, kattengezanten. Daarom sprak Jezus in gelijkenissen. Wij dachten altijd omdat het dan begrijpelijk was voor de kinderen. Maar Jezus sprak in gelijkenissen opdat ze horende, doof en ziende blind zouden zijn. Ontzettend. Gods verbondsvolk. Zo was het verleden. En zo is het eigenlijk nog tot op de dag van vandaag. Maar hoe zit het dan precies? Heeft God dan toch zijn volk verlaten? Heeft God kwaad met kwaad vergolden? Nee. God was telkens bezig door de ballingschap, door alles heen, om zijn Israël te bekeren. Maar mijn volk wilde niet horen naar de stem van de God van het verbond. In Maleachi vind ik altijd heel aangrijpend. Omdat ik weet dat sommigen over die tekst duikelen en struikelen over die tekst. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehad. Dan denken we altijd in de eerste plaats aan Jacob als persoon en als Esau als persoon. Maar daar gaat het helemaal niet over. Wie was Jacob? Hij kreeg de nieuwe naam, Israël. De Heere zegt, ik heb Israël lief gehad. En Esau, de Arabieren, die ben ik voorbij gegaan. Ik heb jullie mijn liefde betoond en jullie hebben niet naar mij willen luisteren. Daarom is Jeruzalem vernield. En daarom is de tempel afgebroken en zijn jullie verstrooid geworden over heel de aarde. En in de dagen van de ballingschap
is er maar een klein deel, een klein handjevol, teruggekeerd naar Israël. Het merendeel wilde graag in Babel blijven. Eten, drinken en vrolijk zijn. Ze verlangden helemaal niet terug naar hun land. En niet naar de God van het verbond. O Israël, o mijn volk. Ik heb jullie als een hen haar kuikens heb willen vergaderen. Zo heb ik jullie willen vergaderen. En je hebt niet gewild, o Israël. Ik weet dat ik voor sommigen in herhaling val. Maar het is nodig voor het overgrote deel om dit even op deze manier aan u te vertellen. En toen heeft God de kandelaar uit Israël weggenomen. Nou ja, er is wel altijd een overblijfsel geweest. Ja, dat wel. Dus de eeuwen door heb God nooit dat volk aan zichzelf overgegeven. Altijd heeft God zijn volk wel gehad. Maar toch heeft hij de kandelaar weggenomen. En die heeft hij geplaatst in de heidenwereld. Want u was heiden, samen met mij. Wij hoorden niet bij het volk van Israël. En Paulus die zegt, omdat ze Christus verworpen hebben. Dat is wat. Is ons de bediening der verzoening, is die bij ons gekomen als heidenen die er eigenlijk niet bij hoorden bij dat volk Israël. Daarom zitten wij vanavond in de kerk. Wij hebben het te danken aan Israël. Daarom hebben we Israël natuurlijk lief en zijn we dankbaar. Want dat woord dat was aan hun toevertrouwd en niet aan ons. Zo was het toch in het Oude Testament. Het waren er maar een enkele hoor, Rut en Rahab. Maar het ging om Israël. Ik heb vanmorgen in Zetten gepreekt over die Syro-Fenitische vrouw. Het was een heidin. Ze komt naar Jezus toe en ze zegt, help mij. Nee, zegt Jezus, je hoort niet bij Israël. En weet je wat die vrouw zei? U hebt nog gelijk ook. Maar help me toch. Al ben ik dan een hond. Ik hoor niet bij de verloren schapen van het huis van Israël. Maar help mij, Heer. En Jezus zegt, ik heb zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Als van deze heidin. Wij hebben het woord gekregen voor een poosje. En dat woord, ik ga niet lopen profeteren, maar dat woord dat kan wel eens de langste tijd bij ons geweest zijn. Ik weet niet de tijd, maar Paulus zegt dat er een zandloper bij God is. En wanneer die zandloper vol is, dan zal God de kandelaar terugplaatsen in Israël. Het zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de apostel Paulus. Dus God is nog niet klaar met Israël. Er liggen nog onvervulde beloftes klaar die op vervulling wachten. En de christelijke gemeente, toch, die ziet uit waarna? Naar de vervulling van Gods belofte. Ja, dominee, als ik maar bekeerd word. Nee, u hebt het nog niet helemaal goed begrepen. Want het gaat helemaal niet over bekering. Weet u waar het om gaat? Dat God aan zijn eer komt. Dat de wereld straks niet zal zeggen, God belooft iets en hij doet het niet. Daarom zouden Gods beloftenissen zijn vervulling missen. God gaat straks pronken. Met wie? Met Israël. Nou, dan komen we natuurlijk bij Ezechiël. Daar hebben we vaak uit horen preken hoe God een mens bekeert. Prima, goed. Maar in de eerste plaats gaat het daar niet over onze bekering. Het gaat helemaal niet over heidenen.
Het gaat over de bekering van het volk Israël. Het staat er gewoon letterlijk. U moet gewoon lezen wat er staat. En de Heere zegt, mijn volk is als dorre doodsbeenderen. Maar ik zal ze verzamelen in de vallei. Uit alle windstreken van de aarde. Ze zullen komen, Ezechiël. En dat dal, dat begint langzamerhand vol te worden. Ezechiël, wat moet je met zo'n dal, met dorre doodsbeenderen? Nou, zegt de Heer, profeteer, Ezechiël, profeteer over deze dode beenderen. Israël zijn mensen die in het graf liggen. Ja, het is afschuwelijk, hè? Maar het is ook afschuwelijk, hoor. Het lichaam is verteerd en de botten zijn nog overgebleven. Wat kun je ervan verwachten? Verloren. Het volk zegt het ook, we zijn verloren. Maar de Heere zegt, profeteer Ezechiël. Wat moet hij profeteren dan? Dat Israël zal herleven. Nee, dat kan niet. Nee, kan ook niet. Maar het zal gebeuren omdat God het beloofd heeft. En wij kijken elke dag als we de gordijnen 's morgens open doen, of dat het al zover is. Dat er straks een herleving komt in Israël. Nee, niet in Libanon, ook niet in Amsterdam. Maar in Israël, in Jeruzalem. Echt waar? Dan zullen mensen opstaan uit de dood. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Nou, dan zal Israël tot bekering komen. Ja, een paar. Of misschien wel wat meer. Nee, geheel Israël zal zalig worden. Dat staat er, letterlijk. In Jesaja, Ezechiël, Romein 11. Niet zomaar 1 of 2. Niet zomaar een overblijfsel, maar dan zal geheel Israël zalig worden. Wat zal dat wezen? Daar hebben de profeten over geprofeteerd. Ik heb het u net gelezen. Hebben u het gehoord dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heere? Nou eens kijken om je heen. Nou is de aarde vol van ongerechtigheid. Maar er komt straks een dag. Wat voor dag? Dat die dorre beenderen tot leven komen. En dan zal Israël gaan erkennen dat Jezus Christus de Heer is. En wat gebeurt er dan? Nou ja, in Jesaja 11 hebben we gelezen dat de leeuw... Nee toch. En het lam zullen samen stro eten. En een kind zal zijn hand steken in de kuil van de basilisk en niks zal hem overkomen. Wat is dat voor een tijd? Nou, is dat dan beeldspraak of zou dat echt zo zijn? Nou, er zal een tijd van vrede komen. Echt waar? De wereld vergaat toch morgen? Of moet God eerst nog gaan pronken met zijn Israël? Dat de volken van rondom gaan zeggen, wat is er met dat landje aan de hand? Nou zou de buurman zeggen tegen de buurvrouw, God is teruggekeerd naar zijn Israël. Na zoveel duizend jaren. En wat jullie nu zien, en ze zullen gezamenlijk schouder aan schouder, zullen ze de Heere loven en prijzen, zegt Zacharias. En de oude mannen die zullen op hun stok leunen op de straat en zullen in de handen klappen. En de jongens en de meisjes zullen zich verblijden omdat God is teruggekeerd naar zijn Israël. En er zal beslag komen, beslag. Niet alleen in Israël, maar ook de omliggende volkeren. Is dit echt waar? Nou ja, als het niet waar is, dan moet u het anders uitleggen. Nou, dat kan ook.
En dat is ook gedaan in de geschiedenis, helaas, denk ik. Je moet het allemaal niet letterlijk natuurlijk lezen. Je moet het allemaal vergeestelijken. Want kijk, nou komt het hoor, dat lichaam, dat is niet belangrijk. En dat letterlijke paradijs, dat is een romannetje. Oh ja? Denkt u het echt? Maar God heeft de aarde geschapen. En alles wat daarin is. En hij schiep de mens om daarin te wonen. Opdat planten en bomen, hoort u het? Planten en bomen en de dieren van het veld God zouden groot maken. Wat hebben we er een zootje van gemaakt? Wat hebben we er een puinhoop van gemaakt? Liefhebbers van onszelf, voor onze lust en onze begeertes. Maar God zegt, ik heb het gemaakt omdat ik geprezen zal worden. En de mens die zal het, de kroon zijn op mijn schepping. Straks zal het gaan gebeuren. Dan zou God gaan pronken met zijn Israël. Dat is even wat. Nou, dominee, dan kunnen we nog even rustig genieten. Wat bedoelt u? Nou, als Jezus toch niet terugkomt, dan hoef ik eigenlijk nog niet bereid te zijn. Want u zegt dat er nog zoveel wonderlijke dingen moeten gebeuren. Lieve jongen, je snapt het niet. Jouw wereld kan morgen vergaan. Hoor je het? Jouw wereld kan morgen vergaan. En dan wacht je niet een paradijs. Dan wacht je niet straks een heerlijke toekomst. Om straks met Jood en Heiden eeuwig straks op een nieuwe hemel, onder een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde God groot te maken. Maar zul je voor eeuwig bij de duivel zijn? Bij de duivel. Dan zal je knarsetanden. Vreselijk, hè? Bijna niet uit te spreken. En de bodem van de hel, die ligt geplaveid. Met godsdienstige mensen. Zonder Jezus. Zonder hoop. Gevochten voor de Statenvertaling. Voor hele noten. En straks voor 1000 miljoen jaar. Nee. Straks zonder einde. Wroeging. Knersing van tanden. Voor eeuwig verlaten. Van Gods liefde. Verlaten van Christus bloed. Straks als God Israël uit het stof zal doen herrijzen. Dan zal dat niet alleen een geestelijke bekering zijn. Ik zou fijn vinden als u thuis kwam. Ja, u kan natuurlijk zeggen het is een ketter. Nou goed, zeg dan het is een ketter. Maar onderzoek het dan of dat hij een ketter is. En zeg dan tegen mij, dominee, dit is niet naar de schrift. En als u mij dan tot bekering kan brengen, dan zal ik ervoor buigen. Als u in het woord het aan kunt wijzen. Maar ik geloof namelijk, als Israël straks geestelijk tot herleving komt, dan zou dat niet buiten het uiterlijke Israël omgaan. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we hebben gelezen dat er 10 stammen waren en 2 stammen. Maar straks als dat nieuwe koninkrijk komt, dat nieuwe koninkrijk, dan zal het 1 volk zijn, 1 volk. Dan zullen ze niet meer elkaar bevechten. En dan zullen ze niet meer elkaar bekritiseren, maar ze zullen alle van de Heer geleerd zijn, staat er. En ze zullen een koning hebben. Nee, niet te geloven. Ik heb het u voorgelezen uit Ezechiël. Ze zullen een koning hebben die zal over hen regeren. En die zal de vijanden doden met de adem van zijn mond. Wie is die vijand die met de adem van zijn mond gedood gaat worden? Zal Jezus straks komen om de vijanden van zijn volk Israël met de adem van zijn mond te doden?
In 2 Thessalonicenzen 2, onthoud hoor. Daar staat er dat er straks iemand zal komen. En die zal met de adem van zijn mond de antichrist doden. En al de vijanden van zijn volk Israël zullen gedood worden. Wie is het die daar van Bosra komt met besprenkelde klederen? Jezus. Waarom zijn zijn klederen bevlekt? Hij heeft in de wijnpersbak de vijanden van zijn volk vertreden. En het bloed kleeft aan zijn mantel. De vijanden die zich nu opmaken tegen Israël zullen dan gedood worden. Door de koning der koningen, door Jezus. Nee, niet als het lam van God, maar als de leeuw uit Juda's stam. En er zal vrede wonen. Dat kan haast niet, dat is nog nooit gebeurd. Er zal vrede wonen in Jeruzalem. En er zal een glans en een heerlijkheid uitgaan van Jeruzalem. Vanmorgen ging het ook over Jeruzalem. Maar dat is beeldspraak. Dat Jeruzalem waar de profeten over spreken is het letterlijke Jeruzalem. En in Openbaringen gaat het erover dat in het einde van alle dingen, want na die tijd dat het nog vrede zal zijn, zal er nog een ogenblik komen dat de duivel zal worden losgemaakt. En dat hij nog even geweld mag doen op de aarde. En dan zal het einde zijn. Zal de Satan niet alleen gebonden zijn, want in die periode van vrede zal de Satan gebonden zijn. Maar dan zal die voor eeuwig geworpen worden in een put waar een deksel op gedaan wordt. Tot in eeuwigheid. En dan zal God een nieuwe aarde en een nieuw uitspansel maken. En dan zal de hemel opengaan. En dan zullen Gods kinderen, die als een bruid versierd zijn voor hun bruidegom, zullen ze met dat hemels Jeruzalem op aarde komen wonen. Ik geloof zelfs, ik kan het uitleggen exegetisch, dat er een doorgang zal zijn van dat hemelse Jeruzalem en het aardse. Dan zullen er geen hemel meer zijn buiten het bereik, maar dan zal de hemel op aarde komen voor al degenen die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben liefgekregen. Nou, ik heb het u al heel vaak verteld, ik kan het ook niet helpen. Ik heb een tweede bekering ondergaan en daarom kom ik aan deze wijsheid. Ik dacht vroeger ook, wij zijn belangrijk. Wij zijn het volk van God. Is dat dan niet waar? Dat heidenen die tot bekering komen, dat die in het kruis van de Heer Jezus Christus tot één volk zullen zijn. Jazeker, Efeze 2 vers 11. Dan zal er geen onderscheid meer zijn tussen Jood en heiden. Maar Israël heeft wel een plus boven ons als gelovigen. Wij geloven dat er letterlijk met dat Israël als land en volk nog grote dingen moeten gebeuren. Omdat Iran en Libanon en Libië, dat er mensen getrokken zullen worden uit de islam tot de God van hemel en aarde. Die in Christus Jezus een glans zal verschijnen als een licht over de volkeren. Nou, dominee. Nou wil iedereen wel naar de hemel. Echt waar? Dit wil toch iedereen meemaken? Oh ja. Maar u komt er niet. Nee. Nee, u komt er. Zo komt u er niet. Al kunt u zelfs zeggen, ik heb belijdenis gedaan.
Al zegt u, ik heb aan het avondmaal gezeten. Lieve gemeente, ik doe dit niet om Gods werk weg te slaan. Maar wees niet te gemakzuchtig. U moet weten geborgen te zijn in de doorboorde handen van Emmanuel. En dat u heel veel niet begrijpt, ik begrijp er nog veel minder van als u. Dat er nog heel veel verborgen is, er is nog zoveel verborgen. Toch zegt Gods kind, mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Want hier zijn mijn smaders en mijn haters. Ook in 2023, ook in de Betuwe. Maar dan zullen we bevrijd zijn, bevrijd van 's mensen overlast. En bevrijd van jezelf. Dan mag je eeuwig delen in de liefde van Christus. Dan hoef je nooit meer te zeggen, mijn ziel is verlaten van God. Maar dan mag je eeuwig bij hem zijn. Met een nieuw lichaam. Met nieuwe ogen, met nieuwe oren. Toch zijn het dezelfde ogen en dezelfde oren. Maar dan volmaakt, zoals Adam en Eva waren, in de staat der rechtheid. Kind van de Heere, troost uzelf met deze woorden. Wanneer het water tot uw lippen staat en dat het leven soms lastig is, troost uzelf met deze woorden. Om te mogen weten, mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan dagen. Zie je wel jongens, er is geen betere God. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Hij is nog dezelfde. U kunt allemaal, allemaal bekeerd worden. Er is genoeg bloed gevloeid. Om de gehele wereld te wassen van hun ongerechtigheid. Dat bloed der verzoening, dat word je niet bij de Jumbo of het Albert Heijn aangeboden, maar in het huis van de Heere wordt dit bloed u aangeboden met het bevel van geloof en bekering. Daarom roep ik u op, schuil, schuil achter dat bloed. En de engel van het verderf zal aan u voorbij gaan. Als dat niet waar is, dan is God niet waar. Want als God het bloed ziet, het bloed dat mij reinigt van alle zonden, vermoeide en belaste, door onweder voortgedreven en ongetroosten. Hij wil uw stenen gaan sierlijk leggen. Hij wil u bekleden met het kleed van het heil. Hij wil dat al zijn schepselen, hem zouden eren. Komt, laten we ons dan buigen. Buigen uw stijve nek. Buigen aan de voeten van deze koning der koningen. En hij belooft u dat u een kind en een erfgenaam bent van het eeuwige leven. Amen.